Welkom bij een nieuwe video van Kees aan de Kook. Het is maandag, 3 uur, de hoogste tijd voor een nieuwe receptvideo. Super leuk jullie kijken naar weer een nieuwe recept. Vandaag gaan we iets heel simpels doen, vrij snel. Maar de meeste mensen kopen het altijd, namelijk kaasstengels. Gemaakt van waleeg en kaas. Dus ik ga jullie nu laten zien hoe je heel eenvoudig en snel de heerlijkste kaasstengels maakt. Want die zijn namelijk veel lekkerder als degene die je koopt. En wat we daarover nodig hebben, dat ga ik jullie nu vertellen. Nou, uiteraard waleeg. Ik doe even één klein vierkant plakje. Een klein beetje zeezout. Nou, uiteraard kaas. Ik heb geraspte parmezaanse kaas. Je kan het natuurlijk ook met oud Amsterdam doen, oud Rotterdam, wat je zelf wil. Maar ik pak even parmezaanse kaas, lekker pittige kaas. Uiteraard een ei om zo meteen het waleeg mee te bestrijken. En dan voor de verrassings touch heb ik harissa kruiden, die gaan we er een klein beetje op doen. Zo, dan gaan we zo meteen beginnen met maken. Wat gaan we doen? We gaan even een eitje mooi loskloppen in een kom. Dan bestrijken we het bladerdeeg met het ei. En dan gaat er zout op, een klein beetje harissa kruiden. Dan mooi de parmezaanse kaas eroverheen. Dan snijden we mooie plakken voor hoe dik je ze wil hebben, dat mag je zelf weten. Ja, dan gaan ze op een overplaatje met vetvrij papier. En dan gaan we ze ongeveer 10 minuten, kwartiertje bakken op hete lucht op 200 graden. Ik heb het eerst met eigeel. Dat heb ik even gedaan met een papiertje. Ik heb geen kastje bij, maar dat gaat ook prima. De harissa kruiden zitten erop. De kaas zit erop en het zeezout zit erop. Nou, nu gaan we dus mooie repen snijden. En die leggen we dan op het vetvrij papier. Nou, ik heb de oven voor van 200 graden. Dus het gaat nu eventjes 10 minuten kwartiertje. Gaan we ze bakken tot ze mooi goud bruin zijn. Waardeeg mooi gaar is. En dan kom ik zo meteen weer even bij jullie terug. Zo, mijn kaasstengels zijn klaar. Het is hoogste tijd om ze uit de oven te halen. Kijk, dan heb je super mooie goudbruine kaasstengels. En dan zijn de kaasstengels met harissa klaar. Even proeven. Super lekker. Dit waren de kaasstengels voor deze maandag. Zo, dat was het weer voor deze maandag. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden, een lekker recept. Geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. Super bedankt voor het kijken. En we zien elkaar aanstaande vrijdag weer 3 uur sharp bij een nieuwe video van Kees aan de Kook met een gloednieuw recept. Dankjewel, tot vrijdag. Hoi hoi.